VVSB TV wordt mede mogelijk gemaakt door GoBooney. Een camper huren direct van de eigenaar. Eindelijk weer voetbal op Sportpark de Boekhorst. Het was een lange winterstop voor VVSB. Maar vandaag mogen ze aangaan leggen tegen UNA, de nummer 5 in de competitie. VVSB de nummer 2. Hier zien we pupil van de week Guus van den Berg die hem keurig binnenschiet. VVSB zag ADO 20 eindelijk punten verspelen de laatste wedstrijd voor de winterstop. En nu dus tegen UNA, de nummer 5, die nog wel eens een gevaarlijke ploeg kan zijn. Hier de eerste kans lijkt het voor de bezoekers. Van de Akker met het schot en de redding van Valk. Corner van Otterlo. Stoskovic met één handje. Bakker wil die bal opnieuw inbrengen natuurlijk. En opnieuw een corner voor VVSB via Van Rosmalen. George achter de bal, doorgekopt en 1-0 voor VVSB. Het is aanvoerder Tim de Rijk die uit een ingestudeerde corner de 1-0 maakt. Na 10 minuten gespeeld te hebben is het de eerste voorsprong van 2023 voor VVSB. Mooie goal, zeker als het zo goed werkt. VVSB zet niet echt druk op de verdediging en dus kan hij er weer heel makkelijk achtergelegd worden. Van de Akker laat lopen. Oh, wat is dit een goal zeg van UNA. Een prachtig stiftje van Bogers. De aanvoerder van de bezoekers. Twee aanvoerders dus die scoren in de openingsfase. Want dit is maar 5 minuten na de 1-0. Van de Akker laat slim lopen en dan heel beheerst binnengeschoten. 1-1. Raus. UNA probeert druk te zetten, maar VVSB komt er eigenlijk best wel makkelijk onderuit. Bakker met de lange bal op Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk kijkt voor iemand om hem in te koppen voor de goal, maar dat is alleen George. Normaal is hij dat natuurlijk. Dan maar op een andere manier. Van Otterlo. Velbrief naar De Rijk. De Rijk die inkomt lopen vanaf centrale verdedigingpositie. Goeie bal en op de paal gekopt door Van Nieuwkerk. Dat was hij dus toch met het hoofd. Dicht bij de 2-1. Oei, dat is wel een vieze overtreding van Otterlo. Op jacht. En dan slaat daar Horsten helemaal om zich heen als hij vast wordt gepakt door Raus. Dat loopt een beetje uit de hand. Veel frustratie alom. VVSB wil dat de scheidsrechter iets beter gaat kijken naar de overtreding van Horsten. Tenminste, dat hij om zich heen sloeg. En in overleg met de assistent moet Horsten zich ook melden. En die krijgt geel. Nadat het in één keer helemaal ontploft, was totaal geen reden toe nog daarvoor. Dan zegt daar Van Otterlo tegen Jacht nog dat hij zich niet zo moet aanstellen. En dan begint het allemaal weer opnieuw. Het is ongelooflijk, maar u zit hier echt naar 22 volwassen mannen te kijken die zich voor de tweede keer niet kunnen beheersen. Scheidsrechter Cantino kijkt allemaal weer hoe het gaat. En besluit dan te gaan staken. 5 minuten voor de rust gaan we naar binnen met z'n allen om de rust terug te brengen op het veld. Bizarre omstandigheden, maar na 5 minuten kunnen we weer door. Stoskovic, oh dat ziet er helemaal niet heel goed uit. Schreeuwt het uit van de pijn, de keeper van UNA. Dat ziet eruit als een hele ernstige blessure. En de verzorging moet snel komen. Dan vindt scheidsrechter Cantino het ook een goed moment om de rust in te gaan. En na rust zien we een andere keeper terug. Wat natuurlijk onwijs te verwachten was. Hier zien we Vlokstra, jonge keeper van UNA. En hem zien we alleen terug op krukken. Laten we hopen dat het meevalt. Geen overtreding, zegt scheidsrechter Cantino. Tot gejuich van het publiek. Hier gaat George en het eerste werk voor Vlokkers.
merkwaardige situatie. Want de scheidsrechter leek te gaan fluiten, maar omdat het publiek zo schreeuwde, leek hij het toch niet te doen. Nou goed, doorgebroken speler hier van Nieuwkerk wordt neergehaald. En is dat dan rood? Hij leek doorgebroken, het is geel. Tot frustratie van de VVSB'ers. Want het leek toch doorgebroken. Cybers op de bon. Corner, Vlokstar zit mis en van de lijn gehaald. Geen doelpunt. Daar was Ossendrijver heel dichtbij. Ossendrijver naar Bakker. Bakker ziet Lovo Sang alweer stomen op links. Goeie voorzet en net over van Nieuwkerk. De Rijk, paas geblokt. Lovo Sang. Dat is een goede bal van de rechtsback. George op Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk gaat neer en een penalty. Een penalty voor VVSB. 10 minuten voor tijd. Gaat de bal op de stip. Het lukte allemaal niet voor VVSB. Alhoewel ze sterker waren, ging hij er maar niet in. Maar dit is toch de uitgelezen kans. Weer is het Cybers die de fout ingaat. Ontsnapte al aan rood. En dus een penalty voor VVSB. Bakker tegenover Vlokstra. En Bakker doet het. Overtuigend binnengeschoten door de nummer 10 van VVSB. Die de ploeg uit Dordrecht op voorsprong schiet. En dat viert met het publiek. Uitgerekend hij. Want het werd in de winterstop bekend dat hij volgend jaar vertrekt naar Katwijk. Een stapje hogerop bewijst nu maar nog eens zijn meerwaarde voor de ploeg uit Noord-Hakkenhout. Dan gaat VVSB natuurlijk op zoek naar een manier om de wedstrijd in het slot te gooien. George opnieuw ingebracht en weer net over van Nieuwkerk. Una natuurlijk op zoek naar de late gelijkmaker. En dit lijkt de uitgelezen kant. Hier gaat Willems 1-op-1 met Valk. Oh, wat een redding zeg van Ruben Valk. Houdt zijn ploeg fantastisch op de been met zijn voet. En zo blijft het 2-1. Jacht. En dan is het afgelopen. Kijk naar Van Otterlo wat het met de spelers van VVSB doet. En zo wint VVSB. Dus zwaar bevochten met 2-1 van Una. De eerste wedstrijd naar de winterstop, wat zijn er voor potjes? Doordat het vorige week afgekeurd was, dan duurt ineens de winterstop wel heel lang. Ja, dit zijn... Het is natuurlijk linksom of rechtsom, maar na de winterstop wordt de competitie beslist. En dat heeft ermee te maken in mijn ogen dat je moet een ploeg in de winterstop eigenlijk weer opnieuw klaarmaken voor in dit geval 16 wedstrijden. Ja, en als je dan eventjes vorige week niet speelt en eigenlijk alleen maar moet oefenen, dan zei ik voor de wedstrijd ook tegen die gasten, het is tijd dat we weer voor het echt gaan. En dan, dan vind ik dat we hadden het best wel moeilijk. Ook omdat we voorin niet altijd bal vast waren, slordig in de eindfase. Maar ja, we hebben wel een tempo kunnen spelen, wat me dan wel weer verrast. En de tegenstander, er zat nog wel wat loopvermogen in. Ja, maar Una heeft gewoon altijd een goede ploeg. Dat is al jaar en dag. En ik zei ook vooraf, we spelen misschien wel tegen een van de betere ploegen van de afdeling. Alleen, we hebben zelf ook wel een aardige ploeg. Dus, trainen jullie erop dat je geouwe hoer bij een zware overtreding, dat het tegenwoordig duwen en trekken en gezeik is? Want het lijkt wel een beetje gewoon te worden in de voetballerij. Of het laat trainen. Nou ja, zeg je tegen je spelers, jongens, erbovenop, hè? Is er wat gebeurd? Nou, nee, natuurlijk zeg je dat niet. Alleen, iets ontstaat in een wedstrijd. En het was best wel een behoorlijke overtreding hier aan die zijlijn. Ja, en als daarna Lars Ruis gewoon een kaakslag krijgt en die grens zegt dat hij het niet gezien heeft. Ja, dan mag hij best wel een beetje het vuurtje opstoken, weet je wel. Want we spelen wel voor de knikkers en niet... En niet voor andere dingen. Het is opstootjes gebeuren. Ja, en aan die zijlijn, ja. Nou ja. Het hoort er wel een beetje bij. Alleen het moet wel binnen de perken blijven. Maar daar heb je ook een scheids voor. Daar gaan we het niet meer over hebben. De grote teen van Valk hoort er ook bij. Voor Valk heeft niet zo heel veel te doen gehad. Maar ja, als je op dat cruciale moment die bal pakt. Dan bewijs je, zeg maar, je waarde voor de ploeg.
En ja, geweldig, daardoor blijven we overeind. Je blijft tweede, je hebt een versterking bijgekregen. Is het nou alleen maar naar boven kijken en hopen op puntverlies van de kop lopen? Want meer kan je niet, ja, je eigen potjes winnen, dat is moeilijk genoeg. Nou ja, we hoeven in ieder geval niet meer naar beneden te kijken. Dus ja, kijk, we moeten gewoon zelf nog spelen om 15 wedstrijden te winnen. En als je dat volhoudt, dan moet je aan het eind maar kijken. Want als ADO20 er ook 15 wint of 16, dan die moeten nog morgen. Ja, dan... Maar ja, goed, het gaat goed. We spelen goed. We creëren veel kansen. Nou, ja. Wordt toch gewoon een verdieping hoger? Nou, zoals we nu spelen wel. Alleen ja, de competitie duurt 34 wedstrijden. En misschien daarna nog een toetje erbij. Maar goed, we staan weer bovenaan in de tweede periode nu. Ja, laten we eerst maar eens die proberen binnen te halen. Het is lekker om na de winterstop te beginnen met zo'n overwinning. Sowieso.